Dit is de TrendBubbles Podcast, Dutch Trends en Lifestyle, episode nummer 22. TrendBubbles. Welkom bij TrendBubbles. Ik ben je gastvrouw Desiree Castelijn en deze podcast is gemaakt om je positieve energie te geven en je te inspireren. Vandaag gaan we het hebben over ochtendroutines. Hoe je vroeger kunt opstaan. Hoe je een vroege vogel wordt of een ochtendtypje. Hoe je dat doet, hoe je je motiveert. We gaan het er allemaal over hebben. Ik heb er al een gezellige kop thee bij gepakt. Ik hoop dat je heel veel inspiratie opdoet uit deze podcast-episode. En dat je blijft luisteren natuurlijk. We gaan van start. Heel leuk dat je erbij bent en dat je luistert naar deze episode. Ik wilde het er al heel lang over hebben, want ik merk dat steeds meer mensen vroeger gaan opstaan om allerlei dingen te ondernemen. Tijd voor zichzelf te nemen bijvoorbeeld, of extra werkzaamheden te verrichten voor hun bedrijf, of extra te sporten, waardoor ze zich fitter voelen. Je kunt genoeg redenen bedenken om eerder op te staan en die tijd ook nuttig te gebruiken. Maar hoe doe je dat nou, eerder opstaan? En ja, hoe kom je tot die routine? Voor eerder opstaan moet je ook eerder naar bed gaan. Laten we daarmee beginnen. En ik ben er heus ook niet heel erg goed in om op tijd naar bed te gaan en discipline te bewaken. Maar ik probeer je te motiveren en ik probeer je dus ook te vertellen dat ik ook mijn zwakheden heb en af en toe best moeilijk vindt om op tijd naar bed te gaan. Dan denk ik, hup, naar bed toe. Slapen jij. Maar hoe kun je dat nou aanpakken? Nou, ik heb een heel aantal blogs gelezen en op het internet ben ik aan het surfen geweest, informatie bij elkaar vergaard. Ik heb zelf nog wat dingen daarbij genomen om jou zoveel mogelijk informatie te geven. Je begint met eerder naar bed gaan, niet 3 uur eerder naar bed gaan en dan denken dat je je gewoontes kunt veranderen. Nee, begin nou eens met een half uur eerder naar bed gaan de eerste week. Die week daarna ook een half uur eerder naar bed. En die week daarna nog een kwartiertje erbij. Dan zit je op 1 uur en een kwartier eerder naar bed gaan. En dan ben je 3 weken onderweg. En je zult dan merken dat je je langzamerhand al beter gaat voelen. Dat je denkt van, hey, ik sta echt wat eerder op en ik kan wat meer doen in de ochtend. Ik voel me anders, ik heb een andere energie. En dit gaat ook niet ineens. Je moet je bedenken dat je gewoon voor een langere tijd dit aangaat. En als je eenmaal besloten hebt om echt je leven te veranderen en te zeggen van, nou, ik wil echt een ochtendroutine gaan beginnen, Dan doe je dat ook voor langere tijd. Je hebt besloten om dat te gaan doen. Dus neem er ook je tijd voor om daarin te groeien. En ja, ik geloof er echt wel in dat je je gewoontes kunt veranderen en dat je echt een early birdie kunt worden. Daar geloof ik echt in. Ook al heb je nu het idee, ik ben een avondtype. Hoe kom ik in hemelsnaams vroeg mijn bed uit? Dat kun je echt wel veranderen. Ja, te beginnen met je bedtijd dus. En pak het, wees lief voor jezelf. Hè? Dus pak het rustig, stapje voor stapje aan. Dat is de beste methode. Dan hou je het ook het langste vol. Want daar gaat het om. Dat je eigenlijk het voor altijd gaat veranderen, je gewoonte. En dan, hoe ga je naar bed? Wat doe je nog net voordat je gaat slapen gaan? Hoe pak je dat aan? Hoe ziet jouw ritme eruit? En kun je daar wijzigingen in aanbrengen, zodat je makkelijker, eerder en rustiger kunt gaan slapen? Ik heb een aantal tips op een rij gezet. En ik hou me er heus ook niet aan. Ik vind het heel erg moeilijk voor mezelf om mijn telefoon bijvoorbeeld echt weg te leggen van mijn bed voordat ik ga slapen. Hij ligt bij mij op mijn nachtkastje. En ik vind het heel moeilijk om daar niet net nog voor het slapen gaan op te kijken. Wat ik heb gedaan is 1,5 jaar geleden een e-reader aangeschaft. Ik heb een Kobo-reader aangeschaft. En die vervangt dan eigenlijk het op mijn telefoon kijken. Die Kobo-reader die geeft ook heel prettig licht. En daarbij kan ik, als ik aan het lezen ben, dat is eigenlijk ook ja, tip 2, van ga rustig nog eventjes wat lezen in plaats van tv kijken of op je telefoon kijken of hele actieve dingen doen. Zo'n e-reader, daar vind ik het voordeel van in vergelijking met een boek, dat je voor een boek nog een leeslampje nodig hebt en voor een e-reader kun je hem gewoon openen. Hij geeft vanzelf licht, dus je kunt heel rustig met rustig licht van die e-reader lezen. Je maakt je partner niet wakker doordat je aan het lezen bent. Dat vind ik ook wel een voordeel. En ik merk dat ik het lampje niet meer uit hoef te doen. Dus ik doe als ik ga slapen gewoon mijn e-reader dicht. En dan leg ik hem op een nachtkastje en dan ga ik slapen. Ik vind dat een hele prettige manier. Je kunt jezelf voornemen dat je echt een half uurtje gaat lezen. Bijvoorbeeld om echt even rustig te worden. Ik doe dat meestal een 10 minuten. Maar dat is geheel aan jou natuurlijk. Maar de televisie in je slaapkamer, daarvan zou ik zeggen van nou probeer hem te verbannen. Of zet hem gewoon uit. Een half uur, uur voordat je gaat slapen. Ik denk dat dat al moeilijk is voor heel veel mensen. Ik heb wel een tv op mijn slaapkamer staan, maar die staat nooit aan, tenzij ik echt ziek ben of wat dan ook, voordat ik ga slapen. En wat je ook kunt doen als je geïnteresseerd bent in meditatie, om voordat je gaat slapen te mediteren. Je kunt die routine ook gebruiken als je opstaat. Dat is ook heel erg prettig om op te staan en dan te mediteren. Maar je kunt het ook doen voordat je gaat slapen. En echt heel heftig sporten voordat je gaat slapen is ook niet zo'n aanrader. Omdat je dan gewoon ja, niet prettig in slaap valt. Je lichaam is nog helemaal in topconditie en in topshape op dat moment. Omdat je gesport hebt. En dan ga je slapen. Dat is niet echt een goede combinatie. Dus daarom 3 uur voordat je gaat slapen niet meer sporten. Ook cafeïnehoudende dranken. De meeste mensen weten dat wel. Heel veel mensen drinken tegenwoordig ook thee en gebruiken eigenlijk niet eens meer koffie of cafeïnehoudende dranken zoals cola, die hele zoetige dranken. Maar een cafeïneloze thee is bijvoorbeeld een hele goede om lekker te drinken, om 's avonds niet meer die onrust in je lijf te voelen. Wat ik ook wel heel erg een leuke tip vind, is een klein boekje bijhouden waarin je bijvoorbeeld een aantal regeltjes schrijft van waar je dankbaar voor bent voor de dag die je gehad hebt. Van wat zijn nou dingen waarvoor je dankbaar bent? Of waar je echt van dacht van wauw, dat heeft mijn dag goed gemaakt vandaag. En dat opschrijven. En wat je ook kunt doen, waar je misschien niet zo snel aan denkt, is gewoon een lekker muziekje opzetten voordat je gaat slapen. En dan heerlijk uitkleden en al je kleding opbergen terwijl je luistert naar die muziek. En waardoor je al in een rustiger mood komt. Dan is het denk ik wel heel goed om hierbij te zeggen van probeer daar een routine van te maken. Dus pak er uit wat ik net opnoemde van je telefoon wegleggen, je tv uitzetten, 30 minuten lezen of mediteren of iets in een boekje schrijven, in een soort dagboekje schrijven of naar muziek luisteren. Pak er iets uit wat voor jou echt het beste werkt en probeer het daarna pas uit te breiden naar meer dingen die je doet. Als je alles in één keer gaat veranderen in je routine, dan gaat dat natuurlijk ook niet helemaal goed. Dat is hetzelfde als met meteen 3 uur eerder naar bed gaan. Dat gaat niet werken. Ja, doe iedere avond hetzelfde. En dat wil ervoor zorgen dat je gewoon je hersenen en je hele lijf wat rustiger maakt. En dan in de ochtend. Dan ga je eerder opstaan. En waarschijnlijk zul je een wekker zetten. Omdat je vroeg opstaat en anders niet wakker wordt. Hoe doe je dat dan? Meteen bij het eerste signaal van de wekker je bed uitstappen. Dat is voor sommige mensen heel erg moeilijk. Voor mij is dat niet zo moeilijk, maar voor sommige mensen is dat heel erg moeilijk om niet iedere keer die wekker te snoezen. Zet je wekker gewoon aan de andere kant van je kamer, zodat je je bed uit moet. Kleine tip, maar misschien heb je er wat aan. En dan 's ochtends sporten. Heel veel mensen zijn er fan van. En dat vergt wel eventjes wat overredingskracht voor jezelf. Maar als je het eenmaal gewend bent, dan is het een hele prettige, relaxte manier van opstaan. Dus misschien heb je daar wat aan die tip om dat te proberen. Als je zegt van nou, ik wil meer gaan sporten en ik wil de tijd gebruiken die ik vroeger opsta om me fitter te voelen, dan kun je die tijd ook gebruiken om te gaan sporten. En heb je dus gelijk een ochtendroutine die je herhaalt. En wat je ook zou kunnen doen om in die tijd die je eerder opstaat, om dan te gaan lezen. 's Ochtends. Dus als je zegt van ik wil echt meer gaan lezen, ik wil meer boeken lezen, dat je daar de ochtend voor gebruikt. Of dat je gaat mediteren in de ochtend. Of dat je zegt van nou, ik sla zo vaak mijn ontbijt over. Ik wil de ochtend, die tijd die ik eerder opsta, gebruiken voor een gezond ontbijtje. Neem daar dan de tijd voor en maak dat lekkere ontbijtje voor jezelf. Of maak die heerlijke espresso of die heerlijke macchiato of die heerlijke latte. Maak die gewoon voor jezelf in die tijd dat je eerder opstaat. Of luister naar muziek. Dus eigenlijk zitten daar in die ochtendroutine ook weer een aantal elementen die ik net al noemde in de routine om te gaan slapen. Dus je kunt beide dingen gebruiken. Dus je kunt eruit pakken van wat je nou helemaal wil. Wat ik doe is 's ochtends de honden uitlaten in het bos. En dat is mijn morning routine. Dus het is een soort van bewegen in de ochtend. En ik heb dan net iets meer tijd om met de honden te lopen. En ik kan rustig een ontbijtje maken. En ik zet dan de koffie. Ik luister niet naar muziek bijvoorbeeld. Ik lees wel 's ochtends de krant. Dat vind ik heel prettig om te doen. En daar neem ik dan even de tijd voor om die te lezen. Het is wel heel erg leuk om dit met je te delen. En ik ben ook wel heel erg benieuwd wat je ervan vindt van deze tips en of je daar wat mee kan. En dan nog gewoon even wat dingen van wat je allemaal 's ochtends kunt doen om je relaxed te voelen. Hè? Want ik ga gewoon wat dingetjes opnoemen die je ook 's ochtends kunt doen en die heel veel mensen bijvoorbeeld 's avonds doen. Zorg er nou eens voor dat je gewoon je nagels 1 keer in de week lakt op een ochtend. En dat je dan met compleet verzorgde nagels lekker naar je werk kunt gaan. Of neem even 5 minuten om door je tuin te wandelen. Je hebt in het weekend bijvoorbeeld aan je tuin gewerkt en je gaat dan kijken welke bloemetjes en plantjes allemaal uit zijn gekomen. Luister naar muziek terwijl je onder de douche staat. Zorg ervoor dat je de krant kunt lezen of dat je een aantal puzzels in de krant kunt maken die je altijd al zo graag had willen maken en waar het nooit van komt. Schrijf op wat je doelen zijn voor de week. En probeer dat op een luchtige manier te doen, zodat je je daar gewoon heel erg positief bij voelt. En je kunt zelf ook wel een lijst maken met dingen, denk ik, die gewoon leuk zijn om te doen. En die prettig zijn om te doen in de ochtend. En misschien heb je al wel een heleboel dingen op je lijstje staan waarvan je zegt van oh, maar dit wil ik allemaal doen en dat wil ik allemaal doen. En ik weet wel hoe ik mijn tijd moet indelen hoor, als ik een extra uurtje in de ochtend heb. En dan nog een tip, want door de week zal het je misschien wel lukken om eerder op te staan, want in het weekend probeer het dan ook vol te houden. Want dat is juist de truc, dat je na het weekend weer terug gaat vallen in het patroon van later opstaan. Probeer in het weekend dan ook gewoon het tempo vast te houden van het vroeg opstaan. En misschien is wel de grootste tip van mij van neem een jonge pup, want dan sta je vanzelf al vroeg op. Die pup die moet de deur uit en in het weekend gaat hij echt niet uitslapen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor kinderen. Hè. Die zijn natuurlijk ook vroeg wakker vaak, jonge kinderen. En die zorgen er dan wel voor dat jij vroeg opstaat. En zorg dat je gemotiveerd blijft. Dat is denk ik wel het moeilijkste van dit alles. En ja, vind er ook passie in wat je doet. En anders dan wordt het echt een struggle. En dat is gewoon zonde. Dan gaat het niet werken. Heel fijn is om op het internet bijvoorbeeld blogs te lezen over dit onderwerp. En dan te bedenken van andere mensen doen het ook. En hoe andere mensen hun ochtendroutine indelen. Wat zij daarvoor doen. Wat zij met hun extra tijd doen bijvoorbeeld. Dat vind ik heel erg motiverend werken. En dat houdt mij ook fit. Omdat ik het idee heb van andere mensen doen het ook. Die staan ook vroeg op en gebruiken hun dag om willen hun tijd ten volle benutten. Ik hoop dat je wat hebt aan deze tips. Het was mij een genoegen om dit zo samen te stellen. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Wil je nu alle podcasts van TrendBubbles beluisteren? Kijk dan even op iTunes of SoundCloud. Of in de show notes voor de nodige linkjes daar naartoe. De show notes kun je vinden op trendbubbles.nl/022. Dat is de episode waar je nu naar luistert. En als je een abonnementje wilt, dan kun je op iTunes of SoundCloud je abonneren. En dan krijg je wekelijks deze podcast-episode voor je klaarstaan in je telefoon. Ik dank je heel erg hartelijk voor het luisteren en tot een volgende keer. Dit was de TrendBubbles podcast. Wil je geen episode missen? Abonneer je dan. Of kijk op de website trendbubbles.nl. TrendBubbles.